De opbouw van het vierde Woodlands Festival is in volle gang. Het thema is geestverruiming zonder toevoegingen. Want op veel festivals is het gebruik van drugs de normaalste zaak van de wereld. Ja, dat schijnt een trend te zijn op festivalgebied. Wij komen zelf natuurlijk ook op veel andere festivals. En het blijkt een soort van vrijplaats te worden om maar alles te doen waar je zin in hebt, zeg maar. Wij willen ook zeker niet zeggen dat dat niet mag, maar wij willen de andere kant van de medaille laten zien. Dat het ook mogelijk is om een hele goede festivaldag te hebben zonder bepaalde heel veel middelen gebruik. Op allerlei manieren wordt tijdens het festival de nadruk gelegd op drugsloos uit je dak gaan. Zo is er bijvoorbeeld een yoga-lachles en hangen er overal op het terrein slogans om mensen bewust te maken. Of dat helpt is de vraag. De organisatie gaat in ieder geval niet als een politieagentje rondlopen. Bij bepaalde overtredingen, als het echt niet door de beugel komt, zullen bepaalde mensen van het terrein verwijderd worden. Maar in eerste instantie gaat het meer om dat we ze wat meer kunnen wijsmaken dat het ook op een andere manier kan. Maar dan die naam, Woodlands. Dat doet toch denken aan het legendarische Woodstock Festival in 1969. Waar Three Days of Peace and Music vooral werd gevierd met een flinke portie alcohol en drugs. Nou, je hebt allerlei vormen van hippies tegenwoordig natuurlijk. En daarnaast ligt de hippie vrij dicht bij de hipster tegenwoordig. Jullie zijn moderne hippies. Wij zijn New Age hippies dan misschien, mag je wel zo zeggen dan ja. Met minder genotsmiddelen. Less is more, ja.